Ik ben Sandra Bernhard en ik ben de auteur van het boek Ik zag Menno. Het lijkt al een hele prestatie om een manuscript te schrijven en dat is het ook. Maar dan begint het eigenlijk pas. Ik heb het eerst aan een aantal manuscriptbeoordelaars laten lezen en herschreven en nog eens laten lezen. Toen die voldoende enthousiast waren, heb ik het aangedurfd om het naar uitgevers te sturen. Dat heb ik gewoon traditioneel ongevraagd gedaan. En daarbij had ik ook ingecalculeerd dat er heel veel afwijzingen zouden komen. En ondanks dat ik daarop voorbereid was, ja, doet het toch elke keer weer een beetje pijn als je dan toch een afwijzing in de bus krijgt. Ja, het is zo'n groot contrast eigenlijk, omdat je met zoveel zorg en liefde en aandacht dat manuscript hebt geschreven en vervolgens daarmee naar het postkantoor gaat en het in een envelop stopt en voorzichtig dichtplakt en nog een keertje ernaar kijkt en heel netjes de naam van de uitgever erop zet zonder vlekjes of spelfoutjes. En het dan eindelijk de wereld instuurt. En dan vervolgens, als je geluk hebt, na 3 maanden, zo'n hele kille standaard afwijzing in de bus ontvangt. Ja, dat is niet leuk. Ja, uiteindelijk is het toch gelukt. Ik deed mee aan een manuscriptwedstrijd, de Coffee Company Book Award. En mijn manuscript eindigde in de finale. Dat was wel gaaf. En dat heeft ook deuren doen openen. Want nog voordat de prijsuitreiking was, kreeg ik een auteurscontract aangeboden van uitgeverij Palmslag. En cool. Doel bereikt. Niet linksom, dan wel rechtsom. Uiteindelijk niet de Coffee Company Book Award gewonnen, maar wel een contract. Dus we konden los. En dan is het boek er. En dat is wel heel spannend, want dan moet je het echt gaan loslaten en de wereld insturen. En dat, is leuk ook. Ik heb heel veel positieve, tot nu toe heel erg positieve recensies gehad. Maar ik vind het ook wel heel erg lastig, want een boek wordt niet zomaar opgepikt. Je moet daar toch wel heel veel werk in steken en het leuren begint nu pas echt. En dat is zo'n totaal ander vak dan het ambacht dat schrijven is. Dat is gewoon pure sales. Dat is niet zo mijn ding. Maar goed, ook dat hoort erbij. En dat is een van de redenen waarom ik nu, niet geheel schaamteloos dit soort filmpjes opneem. Om ook mijn boek wat meer rugbaarheid te geven. Nu we het toch over mijn boek hebben, zal ik ook nog even kort iets vertellen over waar het dan uiteindelijk om gaat. Ik zag Menno gaat over Vincent, een heel serieuze, berekenende jonge man. Hij krijgt grip op zijn leven door middel van kansberekeningen. En hij gaat er zelfs zo ver in dat hij berekend heeft dat hij gelukkig zal zijn met Kim. Op het moment dat hij samen met Kim zijn huwelijksreis uitzoekt, herkent hij in een reisbrochure op een foto zijn doodgewaande broertje Menno. En Menno was alles wat Vincent niet is. Menno stond heel onbevangen in het leven en ging risico's niet uit de weg. In tegenstelling tot Vincent. Op dat moment kan Vincent niet anders dan op zoek gaan naar zijn broertje. En hij begint zijn zoektocht in Spanje. En daar ontmoet hij een straatartiest. En deze straatartiest stimuleert hem om zijn risicomijdende gedrag meer en meer los te laten. Om de kans te vergroten om zijn broertje tegen het lijf te lopen. Hoe dat verder afloopt, daarvoor moet je mijn boek lezen. Ik zag Menno van Sandra Bernhard.